welkom bij de laatste video van de 30, 31 dagen bullet journal video. Ik had natuurlijk nog 4 dagen over, dus die wil ik nu nog even met jullie delen. En dan wil ik even laten weten hoe ik de challenge vond, hoe ik het bullet journalen vind. En in het eind van deze video, dus blijf kijken, heb ik nog een leuke winactie voor jullie. We beginnen bij dag 28, dus dat is 28 oktober. En 28 oktober heb ik gewijd aan het ontzettend leuke setje van Louise wat ik gekregen heb. Daar heb ik hier een stukje over geschreven en ik heb wat dingetjes uit haar pakketje. Deze en deze en deze en deze heb ik gebruikt om deze pagina zeg maar leuk te maken. Ik heb het aangevuld met nog wat dingetjes van mezelf, maar voornamelijk van haar. Dan 29 oktober. En 29 oktober wilde ik geen daily maken, maar ik had het van mijn washi tape al een keer gedaan. Ik denk, dan moeten mijn stickers er ook bij. Dus ik heb wat leuke stickers geplakt en wat geletterd. Ja, wat natuurlijk weer niet helemaal gelukt is, maar goed. Daarin blijf ik gewoon lekker oefenen. Toen heb ik 2 dailies gemaakt op 1 pagina in plaats van een spread over 2. Dit was 30 oktober. 30 oktober heb ik vrij slecht nieuws gekregen over iemand die is overleden. Dus daar heb ik een stukje over geschreven. En 31 oktober, dat is wel heel erg leuk. En 31 oktober is de afsluiting van deze challenge. Dus ik heb de pagina wat opgeleukt en ik heb een review voor mezelf geschreven wat ik ervan vond. En zo is dit boekje zo langzamerhand al aardig aan het, nou ja, voorraken wil ik niet zeggen, maar nou, toch aardig gevuld zo. En wat vond ik nou van dat hele bullet journalen? Ik vond het geweldig, maar dat hadden jullie waarschijnlijk al in de gaten. Ik ben ontzettend blij dat ik dit ben gaan doen. Ik kan er heel veel creativiteit in kwijt. Ik vind het lekker om dingen van me af te schrijven. En dat is ook waar ik de bullet journal voor wil gaan gebruiken. Voornamelijk om dagboekpagina's te maken. En dan zal ik dat zeker niet iedere dag doen, want ik heb zeker niet iedere dag de behoefte om het van me af te schrijven. Of überhaupt iets meegemaakt wat ik kan schrijven of wat ik wil schrijven. Maar ja, ik wil wel zoveel mogelijk dagboekpagina's gaan maken als ik daar behoefte aan heb. En ik wil er wat meer met mijn kanaal mee gaan doen. Ik wil mijn kanaal langzamerhand steeds meer een beetje van het vloggen af naar de creatieve video's toe trekken. Hoe ik dat in mijn hoofd heb, dat horen jullie allemaal nog. Dat komt allemaal nog. Hangt natuurlijk ook een beetje samen met de op de planning staande operatie. Nou, dus dat blijft nog even een verrassing. Maar ik heb jullie nog een winactie beloofd aan het eind van deze video. Het leek me namelijk super leuk om als bedankje dat jullie al deze video's hebben gekeken, jullie iets te geven of één van jullie iets te geven. Ik heb een tijdje geleden op de rommelmarkt een setje gekocht van Diana Leeflang. En die kocht ik voornamelijk voor de stempels en de stickers die erbij zaten. Maar er zat ook een bullet journal bij. En dat is een bullet journal van Diana Leeflang. Hij is niet nieuw. Ik heb hem op de rommelmarkt gekocht, maar hij is niet gebruikt. Dus alle pagina's die erin zitten, die zijn nog gewoon helemaal leeg. Er zitten, lijkt in dat er in geschreven is, maar zij doet dus heel veel dingen uitleggen in die bullet journal. Het zijn ook genummerd en je kan ook zien hoe je bijvoorbeeld trekkers kan maken. Het is een heel leuk boekje als je zou willen gaan beginnen met bullet journalen. Er zit ook een heel leuk envelopje hier waar je je papiertjes in kan bewaren. Het is echt een leuke journal. En zeker een leuke journal om in te starten. Dus als jij deze journal nou wil winnen, laat dan een reactie achter onder deze video waarom jij hem zo graag zou willen winnen.
Geef deze video natuurlijk een like. Abonneer je op mijn kanaal. Je moet op mijn kanaal geabonneerd zijn. En dan maak jij kans om deze journal te winnen. En dan ga ik zorgen dat die naar je toe komt. Hiermee is er definitief een einde gekomen aan deze 31 dagen challenge. Ik vond hem fantastisch. Mochten jullie nog andere leuke challenges hebben, maar dan wel gericht op of bullet journalen of creativiteit, laat het me weten. Dan wil ik die uitdaging graag aangaan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. En zeker als je de journal wil winnen. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Doei doei!